taboes op dieren. Want het is zo'n belasting om in staat te zijn steeds dieper te kunnen nadenken. Je gaat je ziel onderzoeken, je ziel komt nooit tot rust. Daarom denk je verder door, je wilt begrijpen, je wilt van die last af. Strategieën van de ziel zijn haast niet te volgen. Het is een wereld waar we niets van weten. De strategieën van de ziel, de strategieën van de ziel zijn haast niet te volgen. Het is een wereld waar we niets van weten. De strategieën van de ziel. Uit de immense chaos, daarna vernietig je het weer en keert de chaos terug. Het is een soort woestijn, een leegte die je nodig hebt om te beseffen dat er eerst niets was en dat je uit niets iets hebt gemaakt. De strategieën van de ziel zijn haast niet te volgen. Het is een wereld waar we niets van weten. De strategieën van de ziel, de strategieën van de ziel zijn haast niet te volgen. Het is een wereld waar we niets van weten. De strategieën van de ziel. Maar we hebben allemaal een draak die ons ervan weerhoudt te leven. En ook al versla je hem niet helemaal, het gevecht op zich is al een overwinning. Niet denken, jezelf niet kennen, of het bestaan van de draak ontkennen, dat is het allerergste. De strategieën van de ziel zijn haast niet te volgen. Het is een wereld waar we niets van weten. De strategieën van de ziel, de strategieën van de ziel zijn haast niet te volgen. Het is een wereld waar we niets van weten. De strategieën van de ziel. Dankjewel.